Bij de aankoop van ramen of deuren zijn er een aantal belangrijke zaken waar je als klant op kunt letten om er zeker van te zijn dat je ze zelf vlot kunt plaatsen. Vooral de mate waarin de producten op voorhand al montage klaar zijn, is daarbij van belang. Het is zeer belangrijk dat de ramen eigenlijk montage klaar opgeleverd worden voor de doe-het-zelver. Waarom? Zoals je hier ziet bij een raam, de rolluikgeleiders zitten er al op. De monoblok rolluik zit er al voor gemonteerd op. Onderaan het overbruggingsprofiel zit er al op. Zelf als je de slag opgeeft, is die al in de fabriek uitgezaagd. Dus dat die klaar voor montage is. Je moet gewoon dit ding nemen, in het gat in de muur steken en een raam staat eigenlijk op zijn plaats. De montagematerialen worden standaard meegeleverd en daarin kan je kiezen. Ofwel kies je standaard voor de montage haken. Die haken worden eigenlijk hier in de zijkant van het profiel vastgehaakt en gevouwen volgens de afstand van de muur. Alternatief kan je ook vragen voor de kozijnvijzen. Deze kozijnvijzen worden door het profiel geboord en gaan zo eigenlijk de muur in. Bij een correcte plaatsing ga je dan ook merken dat je dan niks meer nadien moet aan bijstellen. Dus het raam gaat bij correcte plaatsing perfect sluiten, ook niet slepen en ook alle dichtingen rondom rond gaan goed aansluiten. Stel dat je toch nog moet nastellen, dan kan dat altijd. Je hebt hier eigenlijk beslag waarbij je zowel in de hoogte als in de diepte de zaken nog kan bijstellen en indien nodig afstemmen op de situatie. Wil je zelf je ramen of deuren op een vlekloze manier kunnen installeren en er bovendien ook zeker van zijn dat ze op langere termijn hun dienst bewijzen, dan moet je in eerste instantie aandacht hebben voor de kwaliteit van de producten. Vraag daarom, voor je tot een aankoop overgaat, eerst een doorsnedenmodel, zodat je kunt controleren of de opbouw binnenin aan de juiste voorwaarden voldoet. Hier zie je, dat is een vrij dikwandige buitenwand. Die is 4 mm. En daardoor heb je eigenlijk een vrij robuuste constructie. Dat is gemaakt uit kunststof. Kunststof komt van petroleum. Petroleum is een duur materiaal. Daarom eigenlijk wordt er soms bespaard door hier een dunnere wand te gebruiken en heb je een slappere constructie. Dat is geen goed idee om voor zoiets te kiezen. Daarmee beoordeel je altijd best je raam op die manier. Het tweede waarop je moet letten is het aantal kamers. Hier zet je dus 1, 2, 3, 4, 5 kamers. Voor kunststof is dat heel belangrijk. Want dit zorgt ervoor dat tegen de buitenkant en de binnenkant de lucht die opwarmt of afkoelt eigenlijk het beter of slechter isoleert. In dit geval is een 5-kamer isolatie een heel degelijke isolatie. Waar dat je ook moet opletten is dat je dus een metalen versteviging hebt aan de binnenkant. Nu, het zijn de plooien in het metaal die de stevigheid bieden. Niet de latten. Als je gewoon een latje hebt, dan is dat eigenlijk niet stevig genoeg. Dus je moet ook beoordelen dat er wel degelijk minstens 2 hoeken in zitten in het metaal. Het is die hoek die de versteviging zorgt. Ook in het kader zit er bij ons, bij Raamwinkel, wel degelijk een metalen versteviging. Je kunt het ook zien door de vijzjes aan de buitenkant. Stel dat je een raam ziet en getwijfelt, dan kan je zien aan de vijzen of dat er wel degelijk een metalen versteviging in zit. Maar dan weet je nog altijd niet of dat die natuurlijk geplooid of gehoekt is aan de binnenkant. Waarop moet je nog letten? Dat is de kwaliteit van je beslag. Dus als ik het raam even openplooi, zie je hier eigenlijk het beslag zitten. Dit beslag kan je beoordelen ook terug door de dikwandigheid van het gebruikte materiaal. Dus als dit hier een heel dun plaatje is, dan heb je een slapper eindresultaat. En het laatste waarop je moet letten, is dan uiteindelijk dat de dichtingen, allemaal EPDM is. Als dit kunststof is, dan verduurt dat achter een tijdje. EPDM is een kwalitatieve rubber die nooit, quasi nooit zal vergaan. En dan hebben we daarnaast ook aluminiumramen op Raamwinkel. Als je de buitenkant en de binnenkant van een raam wilt isoleren in aluminium, aluminium is een metaal. Dat wil zeggen dat er sowieso de warmte en de koude vlot wordt doorgegeven in de metaal. Wat dat er zeer belangrijk is, is de kunststofbrug daartussen en het gebruikte materiaal daartussen. Ook deuren. Hier heb je dus een verstek waar dat de deurprofielen tegen elkaar komen. Die worden aan de buitenkant gelast. Dat wil zeggen dus ook de buitenkant van de deurprofiel wordt tegen elkaar in verstek gelast. En in principe is dat hol van binnen. Maar bij ons wordt er daar een prop in gemaakt, een hars. Waardoor dat eigenlijk ook die holligheid wordt een stuk opgevuld daardoor en waardoor dat die verstek veel steviger, veel robuuster is.
Ook de isolatiewaarde van een raam of deur kan een bepalende factor zijn als je op energie wilt bezuinigen. Glas bepaalt dus ook voor een groot stuk de isolatiewaarde van je raam. Dit wordt uitgedrukt in UG-waarde. Hoe lager die waarde, hoe beter de isolatie van je glas. Bij raamwinkel is het ook zo dat we dus het glas voordien gaan voormonteren. Dus je moet ook niet meer met die glaslatten bezig zijn. Het glas zit er al in, het zit klaar, het is gewoon te monteren. Het glas is standaard een 1.1 UG-waarde. Dat is al een vrij goed isolatiewaarde, maar je kan die nog verbeteren door een 1.0 te kiezen bij de opties. Je specifiek bij deuren, waar moet je letten bij isolatie, is onderaan de tootborstel. Bij raamwinkel zijn alle deuren standaard voorzien van een tootborstel en die zakt uit wanneer dat de deur dicht gaat. Ben je zeker van de kwaliteit van je raam of deur? Dan zijn er ook een aantal designelementen waarop je kunt letten. Ook de details zijn hier bepalend voor hoe het resultaat er komt uit te zien. Dus waarop moet je letten naar design toe van een raam, is bijvoorbeeld het verborgen beslag. Je ziet hier dus geen scharnieren zitten, er is geen beslag zichtbaar. Het beslag zit binnen in het raam hier. Ook daar heb je verschillende kwaliteiten van beslag. Je kunt het beoordelen aan de dikte van de platen en natuurlijk ook door het raam een keer open en toe te doen. En vooral door, als je het raam een keer open doet, van een keer zo eraan te heffen. Als je voelt dat dat slap hangt, dan is het geen kwalitatief beslag. In dit geval is het wel kwalitatief beslag en je kan het ook dus zien aan de platen die dus heel dik en robuust gemaakt zijn. Wat bepaalt nog het design van uw raam? Dat is bijvoorbeeld hier tussen de glasbladen zie je een zwarte afstandshouder. In dit geval is dat een thermische afstandshouder. Die is uit kunststof gemaakt, waardoor je ook een betere isolatiewaarde hebt uiteindelijk. Maar vooral ook een mooier design. Het alternatief is dat dat een blinkend resultaat is. Dat is ook wat er standaard wordt aangeboden. Maar in dit geval met een zwarte thermic spacer heb je ook een mooier designresultaat. Zeker als je gaat naar donkere kleuren voor je aluminium raam. Wat het er ook bepalend is voor het uitzicht van uw raam, is de afwateringskapjes. Aan de buitenkant heb je hier nu in dit geval verborgen afwatering en kan het water gewoon onder het raam weg. Dan komt er een grotere rubberen mat onder het raam. Die rubberen mat vervangt eigenlijk de afwateringskapjes. Een ander designelement, dat zijn dus de makelaarkapjes die je bovenaan en onderaan zichtbaar zijn. Die makelaarkapjes zijn best ook in hetzelfde kleur afgewerkt als het raam. En nog, wil ik nog even meegeven, wil je het kleur van het raam beoordelen, dat doe je best in de toonzaal, omdat je daar de ramen en de deuren zelf kan zien. Als je het kleur moet beoordelen, dus hier, wat is er zeer belangrijk? Wij gebruiken rhenolietfolie. Een rhenolietfolie is eigenlijk de top van de folies. Die wordt gebruikt om, om eigenlijk over de witte massa te trekken en eigenlijk zo een kleur te geven aan uw raam. Je hebt twee keuzes. Ofwel heb je een houtstructuur, zoals in dit geval, ofwel heb je eerder een matte folie die dan een lichte korrel heeft, zoals je ook in de toonzaal hier bij ons kan zien. Wat dat er belangrijk is ook, dat de verstekken mooi meegekleurd worden in hetzelfde kleur van de folie, zeg maar, van het raam. Ramen en deuren horen ook een inbraakveilige functie te hebben. Ze moeten daarom standaard uitgerust zijn met inbraakwerend beslag, zodat niemand zomaar de woning binnen kan. Bij raamwinkel zijn standaard de ramen voorzien van een 5-punt sluiting en ook standaard voorzien van champignonnokken. Die champignonnokken die haken zichzelf vast in die 5-punt sluiting, waardoor dat het raam eigenlijk aan geen van de vier zijden kan geforceerd worden om in te breken. Ook bij deuren is veiligheid heel belangrijk. Waarop moet je letten? Dat is een deur vandaag moet standaard voorzien zijn door een meerpuntssluiting. Bij ons, bij raamwinkel, is het een driepuntssluiting. Dat wil zeggen dat op drie punten komt er een slot naar buiten. Het is ook zo dat hier zie je een pin naar buiten komen en zie je ook een naar boven draaiende haak. Die haak is in de tegenovergestelde richting van een scharnier, zodat je ook niet de deur kan tillen uit zijn ophanging. Wat dat er bij kunststof belangrijk is als je een deur kiest naar veiligheid toe, is dat de scharnieren zelf ook verankerd zitten in de metalen binnenprofiel. Daardoor heb je ook een robuustere scharnier ophangen. Het plaatsen van ramen of deuren is een haalbare klus om zelf te doen.
Eenmaal je de geschikte producten voor zelfplaatsing hebt, is het krijgen van een juiste begeleiding op maat een echte must. De gemiddelde klusser kan zeker zelfs zijn ramen en deuren plaatsen. Op onze website www.raamwinkel.be bieden we ook filmpjes aan, instructievideo's, handleidingen. Dus daarmee kan je zeker zelf aan de slag. Maar wil je een paar kneepjes van het vak leren, dan kom je naar een opleiding. In 2 uur tijd leggen we dan uit hoe je zelf ramen en deuren kan plaatsen. Het is zeer belangrijk dat je over de juiste maten beschikt. Daarvoor bieden we ook een nameting aan. Dus dan komen we op de werf bij u ter plaatse en meten we alle ramen en deuren nog eens op. En dan ben je zeker dat je de juiste maten hebt. Als je zelf wilt plaatsen en het zijn grote ramen of het is een iets wat complexere werf of je wilt gewoon goed opgestart worden op de werf, dan bieden we ook hulp bij plaatsing aan. Dan gaan we samen met u de werf opstarten, een aantal ramen of deuren plaatsen, zodat je goed vertrokken bent.